Op donderdag 1 november was Veteranenradio te gast bij het ministerie van Defensie in Den Haag, waar voormalig commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf zijn nieuwe boek genaamd Zandhappen presenteerde. Zou u in een nutshell kunnen vertellen waar uw boek in grote lijnen inhoudelijk over gaat? Het gaat vooral over mijn jaren in Afghanistan, maar dan geen militair wetenschappelijk werk. Maar wat ik heb beleefd in de voorbereiding, in het jaar in Afghanistan en het jaar daarna. Dus het is ook niet de waarheid. Ik heb mijn waarheid opgeschreven. En toen ik 6 maanden met pensioen was, dacht ik, weet je, we hebben iets gedaan met z'n allen wat best wel vastgelegd mag worden. En er liggen 12.000 pagina's in een archief, maar daar kan niemand bij. En het is ook onleesbaar door de Engelse talen en de afkortingen. Laat ze ons opschrijven voor die 400 mannen en vrouwen die met mij daar hebben gediend uit Nederland, in deze klus hebben geklaard. Wat zij daar hebben gedaan. Eigenlijk zoals Amerikanen zo moeten zeggen, een stukje oral history. Je kunt een verrot slechte commandant zijn. Als de soldaten goed zijn, dan win je elk gevecht. Andersom geldt niet. Je kunt een hele goede commandant zijn als je slechte soldaten hebt, win je niet het gevecht. En ik denk, we goed moeten beseffen dat het succes van elke militaire operatie afhangt van die sergeant en zijn 10 man. En eigenlijk doen wij niks anders dan zorgen dat je de voorwaarden schept dat de sergeant het gevecht kan winnen. Dat is wat je moet doen. Heeft u zelf eigenlijk ook nog wel hulp daarvoor gehad, erna? Nou, de hulp die ik heb zit in mijn collega's. We hebben zowel tijdsuitzending als daarna met een heel hecht team, dat zag je net ook. Zijn we in staat gedaan om alles met elkaar te delen. De sterke momenten, de zwakke momenten met elkaar. En het laat echt zien dat het team je sterk maakt. U bent vandaag aanwezig bij de boekpresentatie van generaal Marten Kruijf. Waarom? Ja, daar is een simpele reden voor. Ik was baas van de landmacht, dat heette toen commandant landstrijdkrachten. En we wisten dat Nederland ging een commandant leveren voor de hele zuidelijke regio van Afghanistan. En dan kijk ik gewoon in het bestand van mensen die we hebben, kijk naar de kennis en ervaring, het karakter van die mensen. En uiteindelijk vond ik dat de toen jonge brigadegeneraal Marten Kruijf de beste kandidaat was voor deze baan. En ik heb Marten Kruijf dus aangewezen. En omdat ik hem heb aangewezen en daarna natuurlijk ook altijd gesteund, heeft hij mij gevraagd om vandaag samen met de minister het eerste boek in ontvangst te nemen. Wat is uw beleving ook daarbij? Nou, allereerst, ik heb het boek al mogen inzien. En ik vind dat Mart heeft het zelf geschreven. Dat hij het fantastisch mooi heeft opgeschreven. Het is heel leesbaar. Ja, dus hij heeft het militaire wel gekoppeld aan taal die iedereen ook kan begrijpen. En hij legt op hele menselijke wijze uit met welke dilemma's dat hij ook zit. Want ja, terecht Jan-Willem wat jij zegt, baas van 45.000 mensen. Ja, hij heeft een paar honderd militairen verloren in het jaar dat hij daar commandant was. Dus hij heeft nogal wat meegemaakt. En ik vind het een fantastisch boek. Ik vind het ook heel goed dat militairen en oud-militairen hun herinneringen opschrijven om te delen met anderen, zodat beter bekend wordt wat de militair en de veteraan gedaan heeft. Dus ik zie hier absoluut het nut van in van dit boek.